Het einde van een eerste dag die toch wel op visgebied althans heel wat gemengde gevoelens heeft veroorzaakt. Want ik zag het volledig zitten. De eerste lentedag was deze week, dus de natuur is nu volle bak losgebarsten. De eerste warme dag na een heel koud voorjaar. En de bedoeling was eigenlijk om deze morgen aan te komen, maar de voorspellingen gaven ook voor de eerste keer dit jaar gigantisch veel mist. En dan is het moeilijk natuurlijk om vis te spotten en dat was toch wel de bedoeling. Dus ik ben een beetje tegen mijn normale gang van zaken gisteravond nog naar het water gereden. En alhoewel het in Brugge fantastisch weer was, ben ik hier in gietende regen aangekomen. Echt niet normaal, ik kon niet uitstappen of ik was kletsnat. En uiteindelijk dan toch mijn waterpak aangedaan, een regenjas. Want een uur daarna was het donker en niks te zien, geen springende vis. En dan toch hier op deze stek, de wind was gaan liggen na de regen. Een paar vissen die zwemmen onder het oppervlakte, maar ik zag al direct dat dat geen normaal gedrag was. En ik had van een aantal mensen gehoord van oké, hier en daar zijn de vissen aan het paaien geslaan, maar dat was compleet absurd. Dus we zijn begin mei en het water hier, ik heb het gemeten, is 60 graden af, dus het is eigenlijk te koud. Maar toch blijkt er hier en daar in de draad al, veel wier staat er nog niet, dan er al eitjes in zitten. Dus die vissen hebben hier ook voor een deel al gepaaid en ik had de indruk dat ze daar gisteravond ook nog mee bezig waren. Het was ongelooflijk drukkend warm gisteravond. Dus dat wist ik al, dat wordt moeilijk. Dat wordt moeilijk. Wel op de vis zitten. En ik dacht van ja, ik was eigenlijk niet van plan om gisteravond nog te starten. Maar ik dacht van ja, iedere kans is meegenomen. Ik wou toch per se die mist sowieso, dus ik kon toch niet veel anders doen. Observeren zat er niet in. Dus toch die hengels ingelegd en dan toch ene vis kunnen vangen vanochtend voor de moeite. Duidelijk een vrouwelijke vis die nog niet was afgepaaid. Right. Al een mooie dikke spiegel om de sessie in de lentesessie mee af te trappen. Ik vrees ervoor dat het moeilijke omstandigheden gaan worden. En waarom, dat leg ik nog uit. Maar alleszins, met die zijn we al heel blij. Mooi opgewicht. Prachtige spiegel. Alright. Oh, je doet het voorbeeldig, voorbeeldig, voorbeeldig. Yes. En toen weer stil, helemaal stil. Ik had een paar honderd gram verspreid boilies gevoerd, drie hengels erop, een paar lijnzwemmers, dus er is wel vis voorbij gezwommen. En weer dat verdacht gedrag aan de oppervlakte hier en daar, af en toe een vis zien draaien, maar niet. Niet echt iets zoals ik het voor. Ik heb hier nog een paar sessies gedaan al dit jaar. In moeilijker omstandigheden, maar toch beter al gevangen al. Eindelijk. Sorry. Eindelijk. 9:15. Hengel gegooid op een vis die zijn kop boven stak. Ik had mijn hengel nog in mijn hand. En ik voelde de lijn al strak lopen. Dus er moet een paar douze op zijn hoofd geweest zijn. Maar kijk een keer hier. Dikke spiegel in de net. Yes! Prachtig mannelijke spiegel, 86 kilo. En super blij mee natuurlijk. Woe! Dus ja, een hele dag het water in de gaten houden. Ook iets ondieper, waar normaal gezien de vis zou moeten zitten deze moment van het jaar. Een hengel gelegd, daar een klein beetje sweetcorn en zo opgevoerd. Maar ja, dat was direct volle bak brassen. Dus ik heb wel een aantal brassen gevangen totdat ik uiteindelijk de hengel niet meer op die stek gelegd heb en die brassen gewoon dat voer laten opkussen. Om hem nu net voor het donker terug te gooien en dan te zien. Het is, kan niks beloven. In het beste geval morgenochtend een vis als ze nog eens langskomen, als ze wil nazen.
En wie weet dat die ondiepe hengel vannacht toch een beetje oplevert, maar je hoort me vooral veel twijfels en maar helemaal van niets zeker. Het is een lastige sessie, maar genieten doen we wel natuurlijk. Dat is nu nog zaak voor een vis te vangen, zeker. Dat was dus het visje, de tweede vis van de sessie, die net voor het eerste licht me een beetje hoop gaf dat er toch nog iets ging volgen. Ik wist nog niet dat het een gigantische brasemsalvo ging worden. Maar kijk, die was ik alvast heel blij. Heel mooi beschut visje, eentje voor de toekomst, maar die mag wel nog een beetje groeien natuurlijk. Prachtig. Tussen het brasemgeweld van deze ochtend door mocht ik ook eens in Zeelt verwelkomen. En het is wel een mooie dek, dus we gaan hem eens storen in die Zeelt. Een typisch een vis die je in het voorjaar vangt. Zeelten. En als ze dan nog zo mooi gebouwd zijn als deze hier. Prachtige beesten toch. Doen. Je weet 15 kilo. Hij voelt wel zo zwaar. 15. 2, ja. Alright. Ah. Voilà. Die gaat er al meer op lijken. Voorlopig de kers op de taart van de sessie. De vis die er net langs kwam. En waar ik natuurlijk heel blij mee ben. Mooie dertiger schub. En ik denk wel te danken aan de tactiek die ik gebruikt heb. Maar daarover vertel ik nog wel iets. Iets meer straks, maar alleszins zwaar visje. Alright. Alright, iets wat ik hier mijn vorige sessies en ook deze sessie heb gedaan, is eigenlijk bij mijn loodsysteem. En zoals je ziet, ik gebruik een 40 pond submerge leader met eraan een ledclip, een maat 7 wartel. Het is gewoon het pinnetje dat normaal gezien de wartel vastzet in de ledclip, dat verwijdert. Waardoor dat je dus nog altijd de initiële weerstand hebt en dat een vis zich haakt. Maar dat daarna eigenlijk het lood vrij glijdt op de leader. En ik heb gemerkt dat dat voor een heel goede beetindicatie zorgt. En er zit enorm veel brasems op dit water. En met een zwaar vast lood zie je niet altijd optimaal. Maar optimaal wat er gebeurt. Maar nu weet ik wel, ook als het een brasem is, van die hangt eraan. En ik kan perfect volgen aan de hand van de waker wat er gebeurt. Zoals jullie op de beelden van de drill ook gezien hebben,
En dan hangt mijn lood soms hier op het einde. Maar ik weet, ik gebruik mijn luslieder. Hè. Dat is dezelfde dikte als hier. Met een lus-lusverbinding met de hoofdlijn. En ik weet dus dat die met wat druk, dat die er ook mooi over glijdt. Dus qua visveiligheid vind ik het te verantwoorden. Hè. Bij een lijnbreuk kan de ledclip met het lood sowieso van de hoofdlijn glijden. Maar waar het mij vooral om draait, is inderdaad die initiële weerstand. En dan eigenlijk dat je met een glijdend systeem vist. Ik heb ondervonden dat de combinatie van een ledclip waar een maat 7 wartel in past en een 40 pond submergelijn, dat je door de verdikking van het splicen net in de eerste fase een beetje weerstand hebt, hè, dat de haak goed kan prikken en dat daarna dat loskomt. En dat effectief zo werkt, dan zie je dat dus bij alle vissen inderdaad die ledclip helemaal bovenaan de leader zit. Dus vissen kunnen dat lood mee gebruiken om los te schudden. En wat er zo mooi aan is, wil ik om een of andere omstandigheid opnieuw met een vast lood vissen en dan steek ik dat pinnetje er weer in. Nu is een systeem waar ik af en toe mee aan de slag, zoals ik al zei, in het geval van veel brassems en moeilijke beetindicatie. Intussen heeft Fox natuurlijk ook een ledclip ontwikkeld met hetzelfde systeem, waarbij dus met een rubber insert, een beetje zoals bij een inline, hetzelfde bewerkstelligt. Aan mijn systeem is het gewoon handig dat je met of zonder pinnetje heel sneller kan wisselen zonder dat je alles hoeft om te bouwen. Dus het is een beetje keuze. Als je altijd voor dat systeem kiest, dan is die andere optie die Fox heeft zeker te overwegen. Maar in mijn geval, ik vis op veel verschillende wateren, is het soms wel, soms niet. Maar ik dacht, ik geef het eventjes mee. En als jullie zich afvragen, als ik daar die brassem sta te drillen, waarom dat lood altijd daar op het einde van de leader hangt. Dus daarom. Een nachtje doen dus. Maar dit keer met een iets andere insteek. In plaats van traditioneel voor ieder nachtje een nieuw water uit te zoeken, gaan we nu eigenlijk in plaats van water te wisselen, van seizoen wisselen. En we zijn er nu op het Wasmeer. Het is het tweede jaar dat ik een vergunning heb. En het is de bedoeling eigenlijk dat we per seizoen een nachtje gaan vissen. Of twee nachtjes, naar lang het uitkomt. En om eigenlijk te tonen aan de mensen dat en er zijn veel succesvolle aanpakken in het karpervissen, maar dat de ene natuurlijk beter aansluit bij een bepaald seizoen dan de andere. En er is van alles te combineren, maar ik wil jullie gewoon in deze serie mijn kijk geven op hoe ik de dingen aanpak afhankelijk van het seizoen. En dus, zoals in alle goede verhalen, beginnen we met de lente. Lente is voor vele mensen een favoriet seizoen. Maar het is tegelijkertijd ook een heel wispelturig seizoen. Zoals ik al zei, het is mijn tweede jaar hier. En ik heb vorig jaar hier een aantal sessies gevist in de lente. Altijd prachtig weer. Behalve één sessie waar het dan onweer was. Maar voor de rest ook heel prachtig weer. En ik heb nu, voor deze lente is dat nu mijn derde sessie. En ik ben drie keer doorweekt geweest. Deze sessie ook. Ik ben aangekomen in gietende regen. En ik zal ook vertrekken in gietende regen. En de vorige twee was het eigenlijk niet anders. Maar in die paar weken is er enorm veel gebeurd en daar wil ik het met jullie eerst graag over hebben. Als je spreekt over een wispelturige lente van 2023, het is heel koud geweest. Een van de koudste aprilmaanden, absoluut geen zonneschijn. Dus ik zat hier te vissen, en dat was in april, met een watertemperatuur van 10 graden. En heel af en toe een beetje zon. En dat was meteen ook de start van mijn eerste sessie. Ik had die zo gepland dat die enige zonnige namiddag dat ik die kon gebruiken om eventueel wat vissen te spotten. Hoe ik dat precies doe, daar kom ik nog op terug. Maar ik had geluk. De zon kwam inderdaad uit en in dat venstertje van een half uur, zeg maar, lukte het mij om met de drone twee vissen te spotten op het ondiep. En toen wist ik van oké, hier ga ik mijn nacht vissen. En dat draaide goed uit. Niet in de nacht, want in de nacht kreeg ik absoluut geen beet. Maar eigenlijk in de loop van de dag kreeg ik zo af en toe een aanbeet. Ik had een beetje pech, ik was een beetje aan het trommelen met rechts en zo. En had twee vissen gelost.
Maar ik heb er ook, twee geland waarvan toch één die best wel gewichtig was in een vis van iets meer dan 14 kilo. Dus dat was een eerste geslaagde, zeer goede sessie. Tweede keer ongeveer hetzelfde scenario. Heel regenachtige omstandigheden. Dit keer heb ik echt niet lang moeten zoeken. Ik had mij voorgenomen om eerst naar dezelfde stek te gaan kijken, omdat ja, die vissen daar toch wel graag rondhangen in het voorjaar. En ik dacht van, ik sta hier gewoon 15 minuten op die steiger en ik zie wel wat er gebeurt. En het geluk was aan mijn zijde, want ja, hoeveel keer lukt dat, dat binnen de 15 minuten dat ik er sta, springt er een schub vol uit het water. Eigenlijk precies in de zone waar ik 2 weken ervoor nog die vis gevangen had. Dus dat was ook een no-brainer materiaal uit de auto. En weer lukte het mij om in die 24 uur 2 visjes te vangen. Dus ja, voor deze video nu, hè, de eigenlijke lentesessie, dacht ik van, het is koud gebleven, dus de omstandigheden gaan hetzelfde zijn. Maar om een of andere reden, hè, wat de eerste lentedag, was het dit weekend heel broeierig. En toen ik hier aankwam, en kon ik in een t-shirt. En ik zag dat die vis toch wel niet echt rolde of springde zoals het normaal deed. Ik kon ze wel vinden na wat moeite, maar toch eerder paaimodus. En ja, dat bleek toch wel een moeilijkheid te zijn, want ik kreeg mijn moeite en die eerste vis gevangen. En gelukkig voor ons eigenlijk is dat weer uiteindelijk dan toch gedraaid. Dus sedert vannacht non-stop beginnen regenen. En die afkoeling heeft ervoor gezorgd dat die vissen even dat paaien uit het hoofd hebben gezet. En dat ik deze keer uiteindelijk zal, tenzij dat er nog iets gebeurt natuurlijk, maar dat ik met 3 vissen zal mogen naar huis gaan. Waaronder een 31er schub. Dus toch wel een sessie die de moeite geweest is. Maar een totaal contrast dus, zoals ik al zei, met de andere twee. Want hoe het gebeurd is, weet ik niet. Maar op een of andere manier is dat water in 3 weken maar liefst 6 graden gestegen. En dat zorgt dat die vissen zich inderdaad heel anders gedragen. Terwijl ik in april nog viste met die met zo weinig mogelijk voer. Dus geen aas verspreid, maar eigenlijk gewoon de vis lokaliseren. In de rig, of dat nu een pop. Ik heb zowel met een hinchtif mijn aanbieden gehad als met bodemaas. En dan gewoon 2 15 mm boilies verkruimelen in een PVA-netje. En die aan de haak, samen met je haakaas. En dat zorgde ervoor dat ik mijn beten kreeg. Ik zeg, het was gewoon een kwestie van die vis te vinden en op die manier te vissen. En dat lukte zeer goed. Nu had ik toch al het gevoel, met dat klein beetje warmte van de vissen zullen misschien wel in de moed zijn voor wat meer aas. Dus ik had iets meer boilies meegenomen. Nog altijd niet veel, 1,5 kilo of zo. En mijn plan was eigenlijk om dat een strook waar ik de vis vond, en zoals ik deed, om die in plaats van heel geconcentreerd te voeren, heel verspreid te voeren. Dus echt wel een strook van een 80-tal meter breed en 30 meter diep of zo. Daar, hier en daar een 15 mm boilietje. Maar niet zozeer het gedacht dat het hoeveelheid was, hè, want het is altijd nog een beetje gevaarlijk, hit en mis, om nu echt zwart te voeren in de lente. Maar wel de frequentie hoog te houden. Dus om de paar uur had ik het gevoel als ik een vis zag draaien of als ik een brasem ving of whatever. Het 40-50-tal boilies er los voorbij. Of er los over, zo helemaal verspreid. En in de hoop om dat op te bouwen. En dat bleek nu toch wel bij het vangen van die laatste vis, dat op termijn wel in mijn voordeel. Want ik heb die vis te danken, dat zag ik ook aan zijn ontlasting. Die is echt wel beginnen rondzwemmen en zoeken naar die boilies. En dus die heb ik op die manier wel te danken, denk ik. Voor de volledigheid, ik heb op 1 hengel nog even geprobeerd om een beetje te spomen, dus weer geconcentreerd. Maar er heeft ooit eens een heel wijs man in de dunne lijn geschreven dat als je je voer op een hoop hoopt, dat altijd roepen is of smeken om brasem. En dat bleek ook het geval te zijn, want ik had een spompje of 4 gezet en meteen ging de brasem er helemaal los op. Dus een beetje contrast tussen inderdaad dat verspreid voeren en dat geconcentreerd voeren en de vis aan het zwemmen krijgen. En
Ja, als de vis in de sector zit, dan toch proberen om ze die boilies te laten gaan zoeken. En dat is gelukt. Dat lukt niet helemaal vroeg in het voorjaar. Dat punt wil ik eigenlijk een beetje maken. Met een beter de vis zoeken en met heel weinig haast vissen. En een keer mee, dan kan je daar stilletjes aan mee wegkomen. En het is nog altijd iets hè, dat je veel leest op social media. Er zijn weer mensen zwaar beginnen dumpen in het voorjaar. Het kan een goed idee zijn, maar doe dat enkel maar mensen als je zeker weet, als je voeling hebt met water, als je weet wat er aan de hand is. En het beste is dat je dat eigenlijk in de loop van je sessies dat beeld opbouwt van oké, nu kom ik weg met weinig haas. En dat je dat stilletjes aanvoelt van ik kan een beetje meer haas. En ja, misschien dat ik, dan moest ik hier binnen 2 weken nog eens komen, dat ik misschien wel nog een kilo meer boilies zou gebruiken. Maar uiteindelijk nu op die hoeveel lang heb ik hier gezeten? 36 uur. Heb ik het gevoel dat met die 1,5 kilo boilies te zijn zelfs nog niet op voldoende pooling power had om die vissen over de streep te trekken. Een zeer belangrijk wapen in mijn voorjaarsvisserij is zegvissen. Op een ander water die ik dit voorjaar een aantal keer heb bevist, had ik echt het gevoel dat ik kreeg 's nachts mijn beten vlot op de bodem. Maar overdag viel dat volledig stil. En dan heb ik toch nog wel een aantal vissen kunnen afdwingen door eigenlijk centraal op het water met zicht te gaan vissen. Omdat die vissen dan, als je dan toevallig een mooie zonnige dag hebt, echt wel gaan profiteren van die warmte en zich in de bovenste waterlaag gaan begeven. Dus dat zichtvissen is standaard, zeker op diepere waters, een belangrijk wapen in een voorjaarsvisserij. En gisteren zag ik er even naar uit, gistermiddag hier. Ik had een paar vissen aan de oppervlakte zien rollen van, ja, misschien is het toch wel de moeite om te proberen. En ik heb het ook in de namiddag geprobeerd, maar uiteindelijk bleek het toch niet geen meerwaarde te zijn, omdat de vissen heel snel heen en weer zwommen. Dus het is de truc een beetje van het zegvissen is dat je heel goed weet op het water waar de vissen zich in de loop van de dag, als ze zich aan het opwarmen zijn in die zon, in welke zone ze zich gaan bevinden. En als ze dan die zeg een keer of 15 ze daar langs zwemmen, dan is er wel altijd eentje die hem oppikt en dan stijgt je kans gigantisch. Maar als ze zo echt wel een beetje gokken is en hit en miss waar dan die vissen precies zijn. En dat was hier een beetje het geval. Ik zag ze eerst rechts van de stek, dan weer links van de stek en dan weer 100 meter uit de kant, dichter uit de kant. Dus het was te moeilijk om ze voortdurend te confronteren met dat, in dit geval met die pop-up. Dus hier is het niet echt gelukt, maar zeker iets in de juiste omstandigheden dat je moet proberen. En natuurlijk, ja, die, en zoals ik al zei, voor die diepere water zijn die adjustable zigs goud waard. Vorige week heb ik zo nog, tijdens het zigvissen, gezien hoe belangrijk het is om de juiste diepte. Dus ik wist dat ik op de vis zat. En ik had gekozen om 2 meter onder het oppervlak te vissen als uitgangspunt. Ik lag er ongeveer al een half uur. En ik zag even toe signaal. De zon kwam uit. Het was ook bewolkt. De zon kwam uit. En ik dacht van, ik moet iets kunnen ondieper gaan. Want die vissen gaan naar boven komen. En zo waar ik hier zit, ik verondiepte een meter. Dus ik zat dan een meter onder het wateroppervlak te vissen. En binnen de 5 minuten kreeg ik een aanbod om maar eens te zeggen hoe belangrijk de juiste diepte is. En wat ik meegeef als richtlijn, als het zonnig is, dan gaan ze heel dicht onder het oppervlakte vissen. Een halve meter tot een meter is ideaal. Dan is het bewolkt, regenachtig, maar heb je toch gevoel dat ze in die bovenste waterlaag zitten. Dan is 2,5 meter een goed uitgangspunt en vandaar kan je een beetje gaan zoeken. Ja, zoals ik al zei, het lokaliseren van de vis is altijd belangrijk, maar in de lente heel belangrijk. En er zijn wel een aantal vaste regels bijna waar je zeker rekening kan mee houden. Alhoewel, je kan niets uitsluiten. Dit voorjaar werd er ook goed op dieper water gevangen, wat eigenlijk helemaal niet logisch is, maar dat heeft denk ik te maken met het trage opwarmen. Maar sowieso ondiepe zones en dan vooral op zonnige dagen. Als er geen ondiepe zones zijn, dan gaan ze wel in de bovenste waterlaag liggen. En ik heb hier mijn rugzakje bij, die gaat standaard, die ligt standaard in mijn auto. En daarin zit mijn 3 belangrijkste wapens om vis te spotten, altijd, maar zeker in het voorjaar. En dat is natuurlijk de polariseerde zonnebril,
Een kleine drone met een polarisatiefilter op de lens kan je heel veel en snel water mee afspeuren. En natuurlijk ook een verrekijker als je, als je ergens centraal of in de verte iets merkt, dan kan je met die verrekijker toch ook wel heel snel uitmaken of dat nu om watervogels ging of brassem of karker die rolde. Dus echt drie essentiële items, en door ze in zo'n compact rugzakje te steken en nog een reepje erbij en een flesje water erbij, en dan kan je uren speuren achter karpers en zalig gewoon op die manier. Helaas, het minst leuke deel van de sessie zit eraan te komen. We wisten dat het echt wel ging gieten wat regenen tijdens het inpakken, maar er is nog een uurtje op de tanden bijten, denk ik, en een beetje modder worstelen met al het materiaal terug naar de auto. Maar ja, ik kan het terugkijken op een goede sessie. Hè. Een man vol brassems, wie droomt daar niet van? Een prachtige zeelt en drie lentekarpers. En dan zou je dat aan het weer natuurlijk niet zeggen, maar wel degelijk lentekarpers die helemaal klaar zijn voor de paai. Dat hebben we alvast. Ik kom zeker terug, hè, in de zomer. Want dan gaan we werk maken van onze zomereditie. En voor nu zou ik zeggen, mensen, bedankt om te kijken. Hopelijk hebben jullie iets opgestoken. De gewoon genoten van de beelden, van de vissen. En dan rest mij nog te zeggen, duimpje, abonneren op ons YouTube-kanaal. En super bedankt om te kijken. Tot de volgende keer.